Hoi, ik hoop dat jullie mij kunnen horen. Mijn schoonbroer en mijn vriend slapen nog, maar maakt niet uit. Ja, ik film dit even met mijn mobiel, want ik moet jullie wat laten zien. En ik weet dat hier de kwaliteit heel slecht is, maar ja, ik laat het gewoon even zien. Ik heb nog een hele mooie tulband op mijn hoofd, want ik ben net klaar met douchen. En vanaf vandaag heb ik mijn site in eigen domein. Hiphoi, hiphoi. Dus nu zie je www.beautyinamoment.nl in plaats van webnote.nl. En I'm happy, happy. Ja, verder is het allemaal gewoon hetzelfde. Dit zijn artikelen die ik heb geplaatst. Maar verder is het allemaal gewoon hetzelfde. Hier heb ik het aantal bezoekers die ik heb momenteel. Ja, en dat, ik heb er ook een klein stukje hierover geschreven. Zal ik even laten zien. Eigen domein, geregistreerd. Maar ik denk, ja, misschien volg je mijn blog helemaal niet. Of wil je mijn blog bekijken en dan kom je er niet op. Dus ik denk, ik laat het ook even in filmpje zien. En ja, ik ben nog make-uploos. Ik heb echt een mega puistallergie of zo, weet ik veel. Want ik heb. Maar... het zal ook goed komen. Ik ben in ieder geval heel blij mee dat ik mijn site in eigen beheer heb vanaf nu. En ik moet nog even kijken. Ik ben nog even in afwachting van een mailtje. Omdat mijn breedbandgeheugen vol zit. En ja, ik had zoiets even aanmelden op mijn hotmail hoor. En ik had zoiets van, dan zal het wel goed komen als ik mijn site in eigen beheer heb. Maar hij zit nog steeds vol. Dus ik heb even gemaild naar de mensen van Webnote, om te kijken hoe dat zit. Als ik dan een premium account aan moet sluiten, dan ga ik dat gewoon vanmiddag doen. En ja, dit was even heel snel om te laten zien dat ik nu mijn website in eigen beheer heb. Dus als je op zoek bent naar mijn site, dan verwijs ik je gewoon door naar beautyinamoment.nl en geen webnote.nl meer. Ja, een hele fijne dag verder. Ik ga hem even opmaken. En tot de volgende video. Doei!